Alex Pastoor, op de achtergrond horen we in de verte de uitsupporters blij toeteren. Een overwinning namelijk hier in Eindhoven op Jong PSV. Doelpunt valt laat. Wat voor wedstrijd heb jij gezien? Nou, wat je vooral kunt zien, denk ik, de uitslag 1-0. Dat is altijd een uitslag, bijna altijd een uitslag waar je heel veel voor hebt moeten doen. En wat hebben wij gedaan? We hebben over het algemeen goed verdedigd. We hebben een goed positiespel gespeeld aan de bal. We hebben redelijk wat kansen gecreëerd. Maar we hebben ons vooral als team gepresenteerd in alle andere momenten. We hebben samen gevochten, we hebben samen aangevallen, samen verdedigd. Dat uiteindelijk dan zo'n schitterende bal erin gaat, ja, daar kan je alleen maar van dromen. Het had voor mij ook wel wat eerder gemogen en wat meer keer. Ja, de eerste helft, daarin gebeurt niet zo heel veel. In ieder geval voor de doelen valt dat redelijk mee. Na rust komt jouw ploeg eigenlijk vol energie uit de kleedkamer. Komt dat door iets wat jij hebt gezegd of zit dat in hunzelf? Waar komt dat door? Ja, ik ben het volledig met je oneens. Ik vond dat er in de eerste helft heel veel gebeurde. Ik vond dat we het in de beginfase over onze rechterkant moeilijk hadden. Maar toen dat opgelost was, waren we aan de bal bij tijd en wijlen zeer, zeer goed. Heel veel kansen hebben we niet gehad, maar we hadden er wel een stuk of 3-4 moeten creëren. In de tweede helft kreeg dat steeds meer vaste grond onder de voet, omdat de tegenstander kapot werd gespeeld. Dus we zijn volgens mij wel iets beter, iets agressiever in ons handelen geworden. Met name aan de bal. Maar vooral het muurtje van de tegenstander werd steentje voor steentje afgebroken. Is dat het grootste compliment voor jouw ploeg vandaag? Dat ze uiteindelijk, na gelang die wedstrijd vorderde, toch, wat je zegt, die muur van de tegenstander weet af te breken? Ja, weet je, ik vond dat we volledige controle over de wedstrijd hadden. Op die paar momenten in de eerste helft na. En daar gaat het om. Je kunt nooit van een ploeg vragen, speel fantastisch, speel briljant, dat gaat niet. Maar je kunt wel controle over de wedstrijd krijgen, ook als je de bal niet hebt. En ik vond dat ze dat in de loop van de wedstrijd steengoed deden. Uiteindelijk schiet Ilias Alhaf de bal prachtig in de kruising. Daar hoef je weinig aan te coachen, denk ik, aan zo'n actie. Nou, ik moet zeggen dat ik dat op trainen regelmatig voordoe. Dus ik denk dat Ili dat gewoon gezien heeft. Dat zal het zijn geweest. Dankjewel, trainer.